Wat ga je me vragen? Nou, naast mij staat Peter Blom van de Triodos Bank. Wat ik je wil vragen is, waarom ben je hier en wat is er nou zo belangrijk aan vandaag? Nou, wat ongelooflijk belangrijk is dat zoveel mensen komen en het gevoel hebben, er moet wat gebeuren. We moeten nu echte keuzes maken. En dat betekent anders gaan consumeren, maar ook anders gaan sparen en beleggen. En ik ben hier ook als bestuurslid van het Natuurcollege, omdat het Natuurcollege al vele jaren zich inzet voor de aarde. En dat is het steek. Daar zijn we voor. Je zegt wel anders gaan sparen en beleggen, maar dat is voor de gewone individu misschien nog iets te ver gegrepen. Wat zijn er nou voor keuzes die we kunnen maken? Dat is niet mijn ervaring. Er zijn een heleboel gewone mensen, zoals jij en ik, die zeggen van wat kunnen wij met ons spaargeld toch een beetje anders doen. En kunnen wij ons spaargeld verbinden met de goede doelen die we willen nastreven? Nou, het klimaat en de verandering daarvan is een heel belangrijk doel vandaag de dag. Het is niet meer vrijblijvend. We moeten het echt gaan veranderen. Ja. Wat hoop je nou dat de regering hieraan gaat doen? Dus dat er echt wordt, er wordt nu echt een duidelijk iets kenbaar gemaakt van dit pikken wij niet langer. Of we willen iets anders, we willen verandering. Wat moet er nu gedaan worden om het te veranderen? Nou, de beweging van onderop is duidelijk. Daar zijn we hier voor, ondanks de regen. En dat is fantastisch. Maar wat de regering kan doen, is bijvoorbeeld een CO2-belasting invoeren. Heel helder, heel duidelijk. We hebben al andere belastingen, die accepteren we ook. Laten we ook de CO2-belasting accepteren. En dan zal je zien dat bedrijven die de transitie willen maken, ook anders gaan produceren. En dan gaat ook de economie veranderen en de uitstoot omlaag. En dat is nodig. Wordt er bij u thuis ook gerecycled? Absoluut. Ja hoor. Nou, hartelijk dank. Ik wens u een hele fijne mars toe. Dankjewel. We gaan het proberen. Super.